stikjes pakken natuurlijk. We staan hier bij wegrestaurant Mendel. Dat is, ja, ik ben er. Dus we staan hier bij wegrestaurant Mendel. Dat is afslag 22, afslag Beekberg in Hoenderlo. En ja, het is hier echt een drukte van belang. Mensen, laat je weer even horen, hè? Hey! Hey! Ja, kijk, je hoort niet heel goed, maar er staan echt een stuk of 20 mensen. En de radio staat hier in het restaurant ook op radio wel. Dat is heel positief. We gaan hier stickers pakken. Ik sta hier naast Sineke. Sineke, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent onlangs moeder geworden. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe gaat het verder met je? Het gaat heel goed. Ja, het gaat echt heel goed. Ik geniet van alles. Ik heb even een tijdje na de bevalling even lekker rust genomen om te genieten van mijn dochtertje. Maar ik ben er nu ook wel helemaal klaar voor om weer volop aan de bak te gaan. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Ja, want je vertelde buiten de nog wel even, het voelt voor jou een beetje als een nieuwe start. Kun je dat eens een beetje omschrijven? Ja, dat klopt. Ja, het voelt voor mij nu. Het is natuurlijk 4 weken voor de bevalling ben ik gestopt met optreden. Na de bevalling heb ik wel even gezegd van nou, ik vind het wel even fijn om even nog een paar weken te kunnen genieten van alles. En dat heb ik ook gedaan. En, maar nu is het wel weer heel fijn om weer nieuwe liedjes op te gaan nemen, met een single uit te komen. Ik heb er wel weer heel veel zin in. En het voelt inderdaad eigenlijk als een nieuw begin. Een nieuw begin als, ja, als moeder. Dat ja, is wel heel dat doe je heel goed. Ja. Nou, we gaan hier vanmiddag in Beekberg gaan wij een aantal stickers plakken. Mensen, er zijn al heel veel mensen die erop komen, dus dat gaan we straks doen. We gaan voor liedjes invullen en we gaan straks even over jouw nieuwe dingen die we zien. Afslag 22, daar moeten de mensen naartoe komen en wij gaan hier lekker nu verder met de stickers plakken. Nou, kijk eens aan. Okay. Mag ik ook nog eentje tussenin, of niet? Jij mag alles. Een leuke actie. Stickers plakken bij Radio NL. Het Hollandse hart van de regio. Als je luistert volgende week naar Radio NL, dan kun je ook nog een camera winnen. Ja, mijn camera nu. .nl. Ja, juist, kijk, inderdaad. Hè? Spike. Ja, een goede sponsor van ons. Ja, bedoel ik. Leuk man. Ik moet straks even naar jouw auto lopen. Wel leuk. Graag. Er al stikken nou op, dan hebben we het nog nu. Dan gaan we zo meteen even in de huis. We gaan er sticker op plakken en dat gebeurt hier allemaal. We hebben cameramensen hier bij lopen, dus het is één spektakel hier, Olaf. En ja, er zijn steeds meer mensen die hier ook naartoe komen. Dus er staan alweer een paar ouders te wachten, dus die gaan we allemaal voorzien van een sticker. Dat gaat hier allemaal gebeuren. Afslag 22, dat is Hoenderlo Beekbergen bij wegrestaurant Mendel. Ja, het gaat hier goed, Olaf. Dus. Nou, nog geen file, maar er staan toch wel heel wat auto's. Dus die gaan we allemaal voorzien van een sticker. Ja, dat moeten we zeker gaan doen.
Kom. Ja. En wat heb je dan mee bijvoorbeeld? Wat doe je er dan in? Kom, kan de klaarmaaltijden bij Albert Heijn weg met babi pangang, rode kool. Oké. Kijk gedaan. Nou, die pangang, hotspot, kool. Dat eet je gewoon allemaal. Dat eet ook. Ja. Ah, dan wist ik niet dat ze dat ook aan boord hadden. Koelkastje zullen we ook wel. Koelkast, ja. Ja, je moet dat tegenwoordig. Je kunt lang niet met uren overal weer komen. Ja, Ja, oké, leuk. Jij vond het wel een beetje. Er was er ook weer eentje aan het klagen van, joh, allemaal weer langs de snelweg en ik heb geen auto. Dan denk ik van, het is niet allemaal op de snelweg, dan moet je goed lezen. Maar je hebt er altijd van die klagers tussen zitten. Ja. Kijk, ik heb zoiets van, ben ik in de buurt, dan kan ik komen. En anders is het helaas pindakaas, dat is het nadeel van het werk. Voor iedereen wat. Ja, dat is dan doe je aan ook. Dankjewel. Ik kan het je niet zeggen. Zeg het maar. Ja, dat was gewoon heel druk. Ja? Nee, lijkt mij. Vaak veilig. Op de rijkant. Ja, kijk. Ik krijg een moestuig. Ben je druk? Ja, hij staat erop. Staat erop. Zelfs op de fiets worden ze geplakt, dat bedoel ik, hè. Mag wat kosten, hè? Ja, heel goed hoor. Sticker op de fiets. Sticker op de fiets. Weet je in ieder geval dat die voor jou is, hè? Sticker op de fiets. Oké. Dit is hem. De rood. Oh ja, nou zie je het, ja. Dan kan je dingen opzetten. Ja. Dan moeten jullie zelf even op. Oké. Waar is het dan? Een Beekbergen hierop. Oh, een Beekbergen. Oké, okay, ja, ik moet zometeen wel weer verder. Maar misschien, anders stuur je een mailtje een keer naar de studio. Zeg, ik heb iets moois, misschien dat ze een keer komen. Ja. Nou, dit gaat goed worden, hè? Dat wordt een mooie. Hier, voor elkaar. Oeh, Sineke toch? Sineke. Gaan we hem even opnieuw doen, ja? Niet zin in wachten. Dit moeten we eigenlijk op de radio hebben, dit soort dingen. Maar dat is altijd net buiten de uitzending dan. Zo, netjes voor elkaar. Heel mooi. Ik heb wat iets anders. Bedankt, hè. Dank je wel. Dank je.
Hebben jullie nog eventjes kunnen nog eventjes gesprek draaien? Eventjes gesprek. En dan begin ik weer met weer. Ja. Is nergens voor nodig. En die komen met een paar tabletjes. Tabletjes. Ja, nee, jullie komen net aan natuurlijk. Ja, ik kom aan. Ben meedoen met een actie. Ja, heb ik er al een gevuld bij je. Daar heb ik wel een gevuld bij je. Okay. Gisteren. Ja, dat was je ook. Ja. Gistermiddag. Ja. Oh, je hebt gewoon, je kan gewoon nog even eentje opblijven. Ah, ik ben hier in de buurt aan het werk. Oké. Okay. Eentje terug, 2 kilometer terug, in Deekberg. Oké. Of ik cd'tjes bij me? Nee. Nee, die heb ik niet bij me meer. Geen cd'tjes. Jammer. Die is wel een beetje kopen. Ja. Ga volgende keer. Dan kan ik ook een keer. Bestemmen voor jou? Niet bij mij, maar ik kan wel bij een bij mijn platenmaatschappij. Ja. Daar doe ik het in een cd, denk ik. Daar zou ik het in zo'n bestellen. Maar ik heb ze niet thuis. Ja, we hebben nog een hier, maar. Dat moet Achteruit, nee. Nee, jongen, nou niet, hè, nou is dat. Dat is mijn eerste kleindochter, die is overleden. Na 7,5 maanden was ze zwanger. En dat is mijn vrouw, die is overleden. Romy, dat is van mijn zoon, de kleine. Ja. En die andere 3 zijn van mijn dochter. Oké. Okay. Dus ik heb er genoeg. Nou, wel leuk. Zijn zo klaar, hoor. Mijn vader en moeder. Zijn die man? Voor het eerst. Ah, de vrachtwagen moet natuurlijk. Dat is ook leuk. Ja. Ja. Ja, een heel. Tenminste, dat zeggen ze. Het is heel anders als je eigen kind. Is het toch? Ja. Vind ik wel. Ja. Ja. Dat is wel mooi, hè? Want als ik zie hoe ze dan met mijn kind omgaan. Ja. Dat is. Ja, dat is een wereld van verschil. Dat zeg ik, want dat heb ik dan zelden. Mijn ouders zijn dan overleden. En mijn schoonouders ook. Mijn dochter woont daar 2 straten verder. Ja, collega. Maar het elke keer wel een beetje file. Er komen ook steeds meer mensen bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? André Smet. En die bent u eigenlijk in uw pauze even opgeofferd om hier naartoe te komen. Vertel eens. Ja, ik hoorde op de radio en ik had jullie gisteren ook al gezien bij Eerde. Ben ik ook gestopt. Ik denk, nou, ik woon jullie in Beekberg en ik ben hier dichterbij ook in Beekberg aan het werk. Ik denk, gewoon er even naartoe. En ik wist dat Sineke er was. Dus ik zei, ik kom hier eigenlijk gewoon stiekem voor Sineke. Ja, zeker. Dat moet ik niet verder vertellen. Nou, nu heeft iedereen het woord. Maar nog even de groetjes doen op de radio. Ja, even de groetjes aan de hele firma Wolf. En dat was het even, ja. Oké, okay, nou, dan hebben we dat bij deze gedaan. Hier is nog een meneer. U lijkt een beetje van je springen. Ja, drukwerk. Ja, drukwerk. Want u heeft een rood mutsje op voor de Ja, dat klopt. Wie bent u? Alle Kleinsveld. En ik kom daar. Apeldoorn. Apeldoorn, oké. Okay. En wat bent u er dan voor de Ik ben klusbedrijf stratenmaker. Dat is iemand die oud is, liefde opa. Ja. Dat is wel wat meer over. Nou, dat zeggen ze. Maar die heb ik van mijn kleinzoon gekregen. Die was op een binnenkermis in Apeldoorn. En toen wou hij wat kopen voor mij. Toen kwam hij met dat bordje dan. Dat had hij gevonden op de kermis? Nee, je hebt die laten drukken. Oh, dat is zo doen. Mooi. Hoe heet uw kleinzoon? Wim. Wim, oké. Okay. Nog even de groetjes voor Wim. Wim, heel veel groetjes van opa. Nou, kijk, dat is mooi. Nou, over kinderen gesproken zie ik, hè. Jij krijgt met opdrachten, krijg je altijd heel veel dingetjes van mensen, hè? Van toen je kindje natuurlijk geboren werd, wat kreeg je bijvoorbeeld allemaal? Nou, ik stond echt versteld van de cadeaus die ik allemaal heb gekregen. Vooral de eerste optredens toen ik weer begon naar de Holland, zeg maar. Ik was echt overladen met cadeaus, wat ik allemaal kreeg van mensen. Rompertjes, hele leuke kleren, knuffels, slabbertjes, echt zoveel om op te noemen. Het is echt heel leuk dat mensen daar aan denken. En is dat nu nog steeds zo als je ergens optreedt of zo? Nou, vaak wel. Vaak komen echt mensen naar me toe met een cadeautje die ze dan willen geven. Of dat ze dat zelf hebben. Ik heb ook wel eens knuffels gekregen die mijn vrouw zelf had gehaakt. En,
Dus dat is ja, heel leuk dat mensen daaraan denken en dat ze dat gewoon doen. Ja, dat zijn inderdaad hele leuke dingen. Ik kwam net nog een mevrouw aan ook hier en die feliciteert me nog even. Ja, beetje laat, maar goed, dat gaat niks uit. Nou, het zit nog steeds officieel in de kraamtijd. Oh, oké. Okay. Geen 3 maanden geleden. Dus. Nee, oké. Okay. Nou goed, Sineke is hier, Olaf. Er zijn mensen die niet met de auto komen. We zijn gewoon bereikbaar. Ook. Weg met Trap Mendel in het Beek. We zijn gewoon bereikbaar om niet te vragen waar we gekomen. Maar als je de klein afwacht, dan is het ook dat ik een jongen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie ben je? Michael Kolderwijn. En waar kom je vandaan? Apeldoorn. Apeldoorn. En je kwam hier ook speciaal een beetje voor Sineke naartoe, heb ik in de gaten. Ja, tuurlijk. Mooi gauw, hè? Ja. Wat is jouw favoriete liedje van Sineke? Gemeene vraag, hè? Ja, dat is lastig. Van het Songfestival? Ja, die, ja, die. Ja, Shalali, Shalala. Ja, die, ja. Kun je ook zelf zingen, of niet? Nee, ik kan niet zingen. Oh, oké. Okay. Nou, Olaf, we gaan hier nog even verder met Sineke plakken, want daar gaat het natuurlijk om. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? Spaghetti. Freddy, een ook fanatiek luisteraar van Radio Nederland. Ja, ja, ja. Ja, dat ik heb een stuk op de fiets. Oh ja, je hebt hem op de fiets geplakt. Ik zag het inderdaad. Een collega van mij die heeft dat gedaan. Hartstikke goed. Hallo, welkom bij de stukken plakken. We gaan even terug naar de muziek. Dat auto achteruit. Rijdt op de taxi? Ja, op de regio-taxi. Op de regio-taxi. Ben je druk vandaag? Nou, even in de pauze. Even gauw even hier naartoe. Want oh, die kwam ook speciaal voor Sineke. Uiteraard. En een fotootje natuurlijk. En waarom is dat? Waarom wilde graag een Sineke die foto? Het is gewoon een topster, hè? Nou, dat horen we graag. Nou, je gaat met Sineke op de foto. Dat kan hier ook allemaal. Dus kom hier naar wegrestaurant De Mendel is het. En dan is het afslag 22 Beekberg Groenteland. Ga je ook mee naar de Mac? Nee, dankjewel. Niks nee. Voor jou? Nee. Goedemiddag. Je mag een stukje plakken. Ja. Ja, dat horen we graag, hè? Ja, dat is wel. Ja. Hallo. Hoi. Hallo. Ja, dan moeten we even deze auto, hè? Ja. Dat mag niet meer zo staan. Tot de volgende keer, hè? Doei. Doeg. Doei. Zeg precies, hè? Mag ik een meenemen voor mijn kleinzoon? Tuurlijk. Oh, dankjewel. En hij is gisteren geslaagd voor zijn rijbewijs van 18 jaar. Oh, dat is goed. Ja, echt wel. Dankjewel. Ja, zeker. Ja, het is nog wel een bakwagen. Hij gaat over 3 weken voor de grote. Ja. Ja, wel gaaf hoor. Tegenwoordig is het toch ook dat ze dan pas vanaf 21 mogen rijden. Ja. Maar nou gaat hij eens ervaring op doen met de bakwagen. Ja, nou inderdaad. En dan begint hij alvast met lessen van de grote. Nou goed. Ah, echt gaaf. Nou. Kan die mooi als u nog heel even tijd heeft en dit zou willen invullen van mij, ja, dan kunt u kans maken op de video, op de fotocamera. Ik zeg videocamera, want dat komt doorheen. Een fotocamera. Als u dan even het witte papier aan mij terug wil geven. Ja. Nog niet, ja, die wachten we niet op, denk ik. Ik laat hem morgen goed plakken. Oh. Een staartje, dus dan een rondje. Oh ja. Een rondje en een aatje, mevrouw. Ja, nou stom gedoe. Ik heb geen internet, maar mijn man wel. Eens kijken, dan is het goed gegaan, ja. Ja, dat ja, steen hoort aan elkaar. Ja, dat is goed. Ja. Het gaat om de naam B-chef, hè? Ja. Studio en Radio Nelco. Dat is goed. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Die mag jou. Ja, zo. Ja, echt. Ja. Schoten is altijd mis. Hè? Dat win je ook niet, nee. Nee, dat is. Als je niet meedoet, dan kun je ook niet winnen. Nee, dat is zo. Dat zeggen ze altijd, hè? En meedoen kost niks. Ja, tikken plakken. Ja, maar nee, leuk. Ik heb er één voor mijn kleinzoon. Nou, nog leuk. Die is gisteren geslaagd. Hier rijden nog meer. Voor zijn rijbewijs van de vrachtwagen. Had jullie die zelf opgeplakt, die vrachtauto daar? Ja, ja die wou niet. Hij ging koffie drinken. Nou. Dus plak hem maar erop, zitten. Zo plak hem erop. Dus je hoort het ook op de radio, mevrouw. Heel goed. Alsjeblieft. Ja, dankjewel, super. Ja, leuk. Ik ben fan van Sineke. Ook. Mooi. Maar van alles van Nederland te halen. En ook nog bij de afslag geweest zelf zie ik. Kijk, de auto komt de auto vandaan. Komt klant omheen. Luister, krijg je al wat reacties of dat niet? Ja. Doei. Misschien wordt u volgende week wel gebeld. Sineke is er wat druk mee. Maakt me even zien. Die heeft hij best leuk. Oh, ja, ja, als van mij hoor. Altijd. Zal ik hem even maken? Maar ja, als je wil. Stond ik gewoon deze telefoon, hè? Ik zou Freddy hebben bewogen voor. Ja, we gaan hier nog eventjes verder met de stickers plakken. En ik sta hier naar Sineke. Sineke, de toekomst voor jou. Want ja, je bent natuurlijk een tijdje, heb je de laatste single Niemand heeft jou ooit gezien. Gaan we zo meteen ook draaien op de radio. Ja. Ja, wanneer komt jouw nieuwe single uit? Ja, we gaan aankomende week om de tafel zitten voor een planning. We hebben natuurlijk al een liedje opgenomen voordat het... Ja, ja. Het is een vlog van, zeg maar, we hebben het niet al opgenomen. Dus
gemaakt worden. Dat gaan we, dus in december gaan we dat doen. En nou, als dan de clip helemaal klaar is en we hebben alles klaar. Maar we zitten natuurlijk ook in de carnavalperiode, wat in februari is. Dus, maar in ieder geval volgend jaar, januari, nou, in april is er zeker een nieuwe single. Nou, dan gaan we dat afwachten. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst hier naartoe. Dankjewel. We gaan jouw single draaien. Hartstikke leuk. Dankjewel voor je komst. Graag morgen vroeg. Je kunt op een foto. Ja. Ja. Laatste woord. Ja. Ja. Nog even eentje. Even een nieuwe nog. En Kevin erbij. Ja, Kevin er ook bij. Nee, ja, die komt daar. Helemaal goed. Dat is wel nodig, ja. Waar wil je hem hebben, Sineke? Ik plak hem. Oké. Dan gaan we er weer af. Nee. Nee, maar natuurlijk voor de lakkers volgens mij fijn. Jij maakt een foto van Robin? Ja. Ook de oude machine. Staat erop, ja. Je man haalt hem er vanavond weer af, denk ik. Zou het? U wilt ook nog eentje op uw auto, toch? Ja. Ja, wat jij wil. Het is jouw dag, hè? Rode stickers, rode auto. Pas er mooi bij. Staat erop. Alsjeblieft. Dankjewel, hè. Ja, nou jij bedankt ook voor je komst, hè. Ja, dat bedoel ik. Op de achtergrond zo. Ja, leuk. Heel leuk. Mooi. Alsjeblieft. Nou, hartstikke bedankt, Sineke. Ik stuur hem door. Succes nog. Ja, hey, dankjewel voor de komst. Ik hoop dat het leuk vond. Ja. Je bent in ieder geval een uurtje op de radio geweest. Ja, ik vond het echt leuk. Want ja, je weet niet wat ik moet verwachten. Het was niet heel druk, maar het was gewoon. Rommel met mij. Ja. Ja, je weet ook niet hè, wat erop afkomt, nee. Dus het is altijd wel spannend. Als je nog wat wil drinken, mag gerust. Oh nee, dankjewel. Ik heb vast wel voor onderweg, dus nee. Kijk maar eventjes. Ik hoef niet zo heel lang te kijken. Nee. Heb ik een auto. Oh, doei! Hem? Oh, hier verleden op? Texaco station. Oké, okay. Dat is in die bocht. Is het bij de Waterberg of zo? De, Nee, daarvoor. Als je Apeldoorn naar het Klaverblad ga je naar Arnhem toe, A50, heb je rechts tegelijk Texaco, tegenop de SOP. Ja? Oké. Okay. Ja, daar zijn we. Oké. Okay.